Vandaag met natuurlijk het meest gezellige onderwerp wat je kunt voorstellen, depressie. Ja, en vandaag is een ontzettend mooie dag, mooi weer. Maar goed, iemand die echt een depressie heeft, ziet dat waarschijnlijk niet eens meer. Het is een heftige klacht. En we zijn ook heel erg gaan zoeken naar, wat zijn nou factoren die je kunt beïnvloeden met leefstijl? En daarbij gaan we natuurlijk kijken naar aan de ene kant natuurlijk mentale invloeden. En aan de andere kant lichamelijke invloed, want die twee werken natuurlijk samen. En uiteindelijk, de aanleiding waarom ik gekozen heb voor het onderwerp depressie vandaag, is omdat er eigenlijk de hele maand al een onderzoek van de Vrije Universiteit rondgaat. Jurgen Swaan, een zeer gewaardeerde collega, die had in zijn nieuwsbrief zondag daar ook een heel mooi stuk over geschreven. Het onderzoek natuurlijk bekeken waar het eigenlijk over gaat. En uit het onderzoek kwam dat eigenlijk voeding en suppletie geen invloed hebben op depressie en het verloop ervan. Ja, en dan ga je natuurlijk naar het onderzoek kijken. En wat zag je vervolgens? Ze keken naar bepaalde stofjes die dan invloed zouden moeten hebben op depressie. En die gaan ze vervolgens gebruiken bij niet geselecteerde mensen. Mensen die misschien helemaal geen tekort hebben aan dat stofje. En dan kijken of dat werkt. Nou, of een algemene voedingsinterventie. Denk aan de richtlijnen gezonde voeding. Kijken of dat werkt. Placebootje erbij. Wel goed opzetten dit onderzoek. Ik moet zeggen, het is goed opgezet onderzoek. Alleen, ja, het paradigma wat daaronder ligt, daar klopt eigenlijk geen hout van. Want ja, hoe wil je nou een depressieprobleem gaan onderzoeken, terwijl het een multifactorieel probleem is? Een probleem waarbij we aan de ene kant natuurlijk een emmer hebben, die op een gegeven moment overloopt. En in die emmer zitten allerlei verschillende dingen. En ook bij ieder persoon zitten andere dingen. En als je kijkt naar hoe een coach werkt, hormoonfactortrainer bijvoorbeeld, die kijkt natuurlijk naar allerlei soorten invloeden die er kunnen zijn op het ontstaan of verergeren van die depressie. En je gaat eigenlijk aan heel veel knoppen draaien en kijken bij de persoon in maatwerkvorm van wat heeft er nou effect uiteindelijk op depressie. Ja, mijn specialisme met leefstijl is vooral de invloed op hormonen natuurlijk. Dat weten jullie waarschijnlijk al als jullie deze site en deze Facebook volgen. En er zijn ook heel veel hormonaalproblemen die voor depressie kunnen zorgen. Dus ik ga in deze sessie ga ik even alle invloeden op die er hormonaal zijn en op leefstijl even doornemen. Per hormoon heb ik daar ook aparte Facebook lives al over gegeven. En misschien heb je daar al over gelezen wat je kunt doen met leefstijl om specifiek dat hormoon te beïnvloeden. Maar goed, als je zoektocht gaat bekijken en je hebt allerlei soorten hormonale disbalansen die het kunnen veroorzaken, die heb ik eventjes op een rij gezet. En uiteindelijk kan het soms zo zijn dat een depressieprobleem niet zozeer een probleem is van op te lossen op hersenniveau, maar dat er een hormonaal probleem onder ligt. Zo ken ik de welbekende psycholoog Thierry Hertogen van de bekende endocrinologenfamilie in België. Die is eigenlijk begonnen als psycholoog en is zo vaak aan de gang gegaan met hormonen. En het voorschrijven van schildhormonen was heel vaak nodig bijvoorbeeld, of andere hormonen. Waardoor die uiteindelijk de hormonenkant op gegaan is. Nou, misschien ken je hem, misschien wel eens over gelezen, deze hele beroemde Belg. Maar goed, er zijn natuurlijk meer artsen die wat meer naar hormonen kijken. Als het gaat om depressie. Ik noem net al een voorbeeld. Trage schildklier bijvoorbeeld. Daar kan ook depressie door ontstaan. En als we kijken naar de invloed op hersenniveau, dan hebben we het heel vaak over twee stofjes. En daar gaan ook antidepressiva over. Die zijn heel vaak bezig met het zorgen dat er meer activiteit is van de stof serotonine. En de andere stof noradrenaline. Dat zijn twee hormoonachtige stoffen, hormoonstoffen die in de hersenen werken. En daar zijn de meeste medicijnen ook op geënt om die minder afgebroken te laten worden of langer aanwezig te laten zijn in de hersenen. En daar vervolgens probeer het probleem mee op te lossen. Maar goed, naast de boosters van deze stoffen in de hersenen zijn antidepressiva soms ook verrijkt met een stofje die de algehele moed eigenlijk een beetje lam legt. Waardoor je eigenlijk weinig moedswings krijgt. Dat kan een voordeel hebben, maar natuurlijk ook nadelen. En ze werken lang niet bij iedereen. Het werkt ook meestal op langere termijn. Je moet ook lang uittesten voordat je merkt of het werkt of niet. En als het eenmaal langer gebruikt wordt, kun je ook bijwerkingen hebben.
Ja, en als je daarmee stopt, moet je het ook weer afbouwen. Dus ja, het liefste ben je het eigenlijk voor. He, je bent het liefste zorg je ervoor dat je die dingen niet nodig hebt. Dat is natuurlijk het allermooiste wat je kan, voor elkaar kan krijgen. En het is belangrijk om, wanneer er depressie is, is te kijken naar al die oorzaken die er mogelijk onder kunnen liggen. Ik noemde al hormonale oorzaken, daarnaast heb je mentale oorzaken. En er zijn allerlei factoren in voeding die meespelen. Ik zei al als eerste hormonaal trage schildklier. Als de schildklier traag is, heb je ook een verminderde afgifte van serotonine in de hersenen. En dat is een probleem wat dan speelt. En sommige mensen krijgen daar depressieve gevoelens door. Een hele bekende is ook overbelasting door stress. Jullie hebben waarschijnlijk al een Facebook Live eerder gezien of een stuk gelezen over bijnieuitputting als je dit al langer volgt. Door chronische stress kun je inderdaad in een burn-out terechtkomen. Soms noem je dat alleen op hersenniveau bijvoorbeeld bore-out. Waarbij je eigenlijk door je passie te vinden met allerlei cursussen en weet ik veel wat je tegenwoordig veel ziet, kun je soms redelijk snel weer op de rails zijn. Maar als dat echt chronisch wordt en het wordt lichamelijk lastig, en je krijgt bijnieuitputting, dan duurt het vaak nog een stuk langer om hiervan te herstellen. En dan hebben we dus ook een hormonaal probleem wat hieronder ligt. Sowieso de cortisol aanmaak heeft invloed op de hersenen. En daarnet hadden we het ook over een ander deel van de bijnier wat een ander hormoon maakt. Dat is namelijk adrenaline en noradrenaline. En die noradrenaline heeft ook duidelijk een werking in de hersenen. Dan zie je ook nog eens een keer die werking van de bijnier en stress, dat die invloed hebben op onze hersenen. En zeker wanneer natuurlijk stress chronisch wordt en waarbij het nog eens een keer negatieve stress is. Hè. Daar heb je natuurlijk verschillende vormen van. Naast die bijnieuitputting kunnen we ook mood swings krijgen door veranderingen in geslachtshormonen. Nou, de vrouwen die kijken zullen dat herkennen. Als je het hebt bijvoorbeeld over de dag voor de menstruatie, wanneer de val van de hormonen is, kun je daar PMS-klachten van krijgen en depressieve gevoelens. Ja, die kun je weer oplossen door bepaalde dingen te eten. Hè, door bijvoorbeeld die serotonine weer wat meer vrij te maken, door suiker-vet-zout combinaties te eten, in elkaar gezet door een levensmiddeltechnoloog. Nou, je ziet het eetgedrag veranderd op die dag. Maar goed, het kan ook vaker tijdens de maand gebeuren. Vrouwen met een niet zo stabiele cyclus hebben daar nog meer last van. En wat ook kan gebeuren natuurlijk is de overgang. Dan krijgen we ook een schommeling van oestrogeen. En dat heeft ook invloed op die hersenen. Dus ook in de overgangssituatie bij de vrouw zijn er veel meer depressies optreden dan normaal. En als je naar de oorzaak kijkt, als dat de oorzaak is, ja, dan moet je op hormonaal niveau ook wat mij betreft de oplossing vinden in plaats van een symptomenstrijder alleen maar te gebruiken. He, dus zoek dieper naar die oorzaken. En de man, ik had hem van de week al even genoemd. He, even een stukje had ik voor RTL Nieuws. Had ik een interview over de penopauze. Natuurlijk wat de man ook heeft. Ja, dat leidt ook tot depressie. He, de daling van testosteron. Wanneer dit naar een bepaald niveau komt, kan dat ook depressieve gevoelens geven. En gebrek aan daadkracht. En natuurlijk libido en al dat soort dingen. He, dus daar hebben mannen op dat moment ook last van. Een ander probleem wat ook depressief gevoel kan geven is schommelende bloedsuikers. Het thema insulineresistentie had ik ook al in de live behandeld. Kun je nog een keer terugkijken. Nou ja, waarschijnlijk weet je al wat het is. Hè? Als je zeker een ongezonde leefstijl hebt met veel stress, weinig bewegen, je krijgt overgewicht, je raakt laaggradig ontstoken door een slechte leefstijl, dan zijn de receptoren voor insuline wat doof op de cellen. En dan merk je dat de bloedsuiker niet goed gereguleerd wordt met in het begin na een maaltijd een te hoge bloedsuiker, gevolgd door een dip. En in die dip kun je weer een moedeloos en depressief gevoel hebben. Dan hebben we natuurlijk ook nog de slaap. Natuurlijk een hele belangrijke, het slaaphormoon melatonine. En als je de aanmaak van melatonine bekijkt, overdag heb je namelijk, zie je daglicht, ben je actief, weet je lichaam dat het dag is, het dagritme hebben we. En dan wordt er serotonine aangemaakt. En helemaal wanneer het zo'n mooie dag is als vandaag. Hè, we hebben veel zon, veel licht in het oog. Ja, en er komt even een politieauto rijden. Nou ja, ik heb een politiebureau tegenover, misschien hoorde je hem ook. Dus mijn auto staat veilig en ik ben veilig. Maar het is wel even lastig af en toe. Licht in je ogen is belangrijk. Dus overdag voel je daar beter door. Dan weet je ook, als je in Scandinavië woont, minder licht in je oog kan ook voor meer depressieve klachten zorgen. En dat gebeurt dan ook, hè. Vaker in Scandinavië. Die serotonine die overdag dan aangemaakt wordt, die wordt 's avonds omgezet in melatonine, waardoor je weer goed slaapt. Nou ja, je zult begrijpen, hoge melatonine, goed slapen, zorgt overdag weer voor hoge serotonine.
En uiteindelijk is dat ritme optimaal. Hè? Dus dat is ook een belangrijke invloed op dit verhaal. En de combinatie komt natuurlijk ook vaak voor, hè? Wanneer je aan de ene kant depressief bent en slaapproblemen. Die twee komen erg veel voor. En ja, daarom zijn ook die medicijnen vaak daarop geënt om die serotonine te boosten en vervolgens ook voor betere slaap te zorgen. Natuurlijk paramiddelen. En het lastige is ook, zeker wanneer een arts niet zo opgeleid is in hormonen, die zal niet zo snel aan hormonen denken bij depressie. En die gaat eerder naar de andere medicijnen die in het protocol staan. Dus ik denk dat daar ook zeker veel meer aandacht voor moet komen. Wat die hormonen nou uiteindelijk voor rol spelen als het gaat om depressie. En steeds meer gerichter met medicatie naar de oorzaak te gaan. In plaats van iedere keer maar die antidepressiva te gebruiken. Ja, natuurlijk naast deze hormonale disbalansen, waar we invloed op hebben met leefstijl, hè, waar de hormoonfactor natuurlijk vol mee staat, hebben we ook bijvoorbeeld de tweede hersenen, onze darm. Als de vertering niet goed gaat, als onze darmflora uit balans is, als we voedselovergevoeligheden hebben, ja, dan zie je eigenlijk dat er ook veel meer depressieve klachten voorkomen. Hè, dus met name is het belangrijk dat echt die darmflora in balans is en de darmwand, en dat die niet te doorlaatbaar is. Je ziet ook dat wanneer dit een probleem geeft, dat we laaggradig ontstoken kunnen worden. Die term zul je wel eens gehoord hebben. En dat is nog erger wanneer je ook nog metaboolsyndroom hebt. Dus overgewicht, veel stress, weinig beweging. Dan komt het allemaal bij elkaar. Hè? Dus je merkt dat dat allemaal bij kan dragen aan depressie. Even denken of ik nog iets vergeten ben. Maar hij heeft volgens mij wel een aardig rijtje staan nu. Alleen ja, het is natuurlijk wel zo van waar ga je beginnen? Hè, en dit zijn allerlei oorzaken die je kunt hebben, waar leefstijl dus invloed op heeft. En dan hebben we nog één ander ding, wat heel vaak als hoofdzaak genomen wordt, ook in het onderzoek wat ik aan het begin van deze live noemde, is dat er stoffen kunnen zijn die tekort zijn. Hè, als je tekort aan bepaalde stoffen hebt, is ook niet goed voor de hersenen. Vaak vitamine D. Je kunt gaan onderzoeken of vitamine D voor iedereen goed is met depressie. Maar goed, je moet dan wel eerst meten of er een tekort is aan vitamine D. Kijk, bij deze mensen zal het helpen. Als er geen tekort is, helpt zo'n stof natuurlijk niet. He, dus dat vind ik een belangrijk verschil met wat er in het onderzoek natuurlijk gedaan is. Bekende stoffen zijn bijvoorbeeld Sint-Janskruid, wat daar is gebruikt, die je ook niet in combinatie mag gebruiken met antidepressiva. He, omdat ze eigenlijk op hetzelfde systeem een beetje inwerken. L-carnitine is een bekende. Nou, wil je meer weten, kijk sowieso eventjes naar het stuk over depressie van Jutland Zwaan. Die had hem in zijn nieuwsbrief al genoemd. Dus ga die nieuwsbrief zelfs zeker lezen. Ik vind het eigenlijk de beste nieuwsbrief van Nederland. Dus dan weet u dat ook nog eens een keer. Dus maak daar gebruik van. Dan hebben we ook nog eens een keer natuurlijk allerlei mineralen die toegevoegd kunnen worden. Calcium en dat soort stoffen allemaal. Magnesium is belangrijk bij rustig zijn en ja, die zou een invloed kunnen hebben bij depressie. Maar, hè, zoals ik al begon in deze live, de emmer waar al die spullen in zitten, die overloopt. En de oplossing daarvoor zou aan de ene kant natuurlijk op mentaal vlak liggen. Hè, de juiste coaching, mensen weer in hun passie krijgen, waardoor ze positief in het leven misschien weer gaan zien. En daarnaast zitten natuurlijk allerlei zaken die lichamelijk mogelijk je hersenen kunnen ondermijnen. En als die stoffen op een bepaalde manier verkeerd aangemaakt worden of uit balans zijn, dan kan het soms niet eens liggen aan in welk leven je zit. Er zijn mensen die depressief zijn terwijl ze van de buitenkant denken van goh, alles is voor elkaar in dat leven. Dus dat zegt het eigenlijk niet. En ik weet zeker als je niet depressief bent en je krijgt diezelfde stoffen in je hoofd, iedereen wordt dan depressief. Dus het zijn gewoon stofjes die op een gegeven moment dingen van je overnemen. En karakter zal meespelen, maar die stoffen zijn sterker vaak dan je karakter. Dus dat is... Ja, Peter zegt van dit alles al geprobeerd, wat ik genoemd heb, nou dan ben ik inderdaad benieuwd in hoeverre dat gelukt is. Ja, ik kan natuurlijk niet daar een algemeen antwoord op geven, want dit is echt maatwerk. En ga sowieso Peter, bij de juiste coach, ik weet niet waar je allemaal geweest bent, maar er is een coach die samen met jou kijkt naar al die factoren. En echt je complete leven is even bekijkt. Hè? Want ik moet zeggen... Wat ik vaak mis, je hebt aan de ene kant psychologen, die zijn bezig met coaching. En aan de andere kant zie ik ook vaak mensen die bezig zijn met stofjes. Automoleculair gescholden zijn niet altijd coach. Natuurspecialisten zijn niet altijd coach. En die zijn soms echt aan het proberen met stofjes
alles voor elkaar te krijgen. Maar je moet dus naar je complete leven kijken, naar je complete leefstijl. En vanaf daar ga je kijken waar kun je het meest winnen op dit moment. En wat heb je nog niet gedaan? He, dus je kunt, het is belangrijk om te kijken van wat is er nog niet onderzocht of gedaan. Oké? Okay? Zijn er nog vragen? Ik kijk nu eventjes naar de vragen die er binnenkomen. Ik kan een beetje op afstand dingen, ik kan er ook niet helemaal bij nu. Dus moet ik er helemaal naartoe lopen. Dus mocht je een vraag gesteld hebben, wil je hem nog even stellen? Oké. Okay. Even kijken of mijn lijstje nog iets... Van mij heb ik alles genoemd wat ik op mijn lijstje gezet heb. Dat wilde ik sowieso genoemd hebben. Want het is natuurlijk zoveel dingen die uiteindelijk hiervoor voor zorgen. Ja, Paita, jij zegt... Je noemt een lijst op waar je allemaal overal geweest bent. Ben jij geweest, wat ik niet zie staan, bij een onderzoek op darmflora? Ik merk dat op darmniveau is er nog heel vaak een boel te vinden. Besef ook dat psychologen, het liefste voorkom je een depressie. Wanneer je eenmaal een depressie hebt, kan het ook best lastig zijn voor psychologen om hier iets mee te doen. Zeker wanneer er nog allerlei stofjes vanuit allerlei andere redenen uit balans raken. Ja, dan kun je op een gegeven moment ben je als psycholoog ook niet sterker dan de stoffen die alles ondermijnen. Ja. Oké. Ik pak even naar de camera toe en kijk even of ik nog een vraagje gemist heb. Anders zijn we lekker snel klaar vandaag. Laten we eens even kijken. Ja, ik kom eventjes dichtbij hoor. Ik krijg met name ondersteuning. Als je depressief bent, word je somberer van de mooie weer. Kijk, ik zei het al, dus dat zegt helemaal niks. En het hangt er puur vanaf wat de oorzaak ook is. Oh, goeie. Monique, stel een leuke vraag. Ja, dat is wel eentje die ik ook nog wel mee wil nemen. Of exofines iets met depressie te maken? Ja, exofines zijn stoffen die... die je binnen kunt krijgen via bijvoorbeeld bepaalde voeding. Gluten is een exofine. Caseïne uit zuivel, met name uit koezuivel, is een exofine. Er zijn stoffen in soja die exofine zijn. En ook stoffen in spinazie. Dat zijn toevallig, daar zou je op kunnen reageren. Het zijn stofjes die eigenlijk lijken op neurotransmitters. En die blijken eigenlijk in de hersenen een bepaalde invloed te hebben. Dus het kan inderdaad zijn glutenvrij, zuivelvrij, sojavrij, dat het effect heeft inderdaad op het gevoel in het hoofd. Dus een mooie aanvulling inderdaad van jou. Maar meestal ontstaat dit probleem pas wanneer ook de darmwand niet optimaal is. Dan heb je lekkende darmsyndroom, dan komen er stoffen of hyperpermeabele darm, zoals Nienke Gottenbos het liever heeft dat ik het zeg. Dan komen er te grote stukken eiwit je bloedbaan in. Normaal gesproken wordt het verteerd tot 1 of 2 aminozuren. Alleen ja, er komen er stukken van 4 of 5 aminozuren kunnen dan door die darmwand heen. En het lichaam denkt van ja, hallo, deze stofjes die ken ik niet. Ik ga het immuunsysteem activeren. En daarnaast kunnen ze ook in die vorm natuurlijk in de hersenen invloed uitoefenen. En zeker de exofine varianten die ik net zei. Ja. Soja lecithine, dat is een andere stof... dan die ik bedoel, exofine, zoek daar maar op. Oké? Dan moet ik iemand training geven, dus ik doe van alles aan elkaar. Zoals jullie weten, levensmiddelen op de markt brengen, lesgeven, noem maar op. En ik af en toe train nog wat mensen in de gym, dat vind ik ook altijd heel gezellig. Oké, bedankt jullie er waren en tot de volgende week. En dien je suggesties in voor onderwerpen. Vandaag was het depressie, wie weet is het volgende week wel jouw onderwerp. Laat maar komen.